dit eiland begint het avontuur. Wat zijn de oorzaken van de irritaties? Wat verwacht de een van de ander? We zien het in Expeditie Schoonmoeder. En nou blijkt dus dat ik wel goed ben in het oplossen van problemen, maar daarbij gelijk de kanttekening makende dat je niet altijd in je directe omgeving weet hoe je het moet oplossen. En waardoor het ook weer heel logisch is dat ik met de ervaring die ik heb binnen mijn eigen kring iets abstracter zie en iets meer van de bovenkant, net of ik erboven zweef, als het gaat om een vreemde familie. Ik heb een dingetje met het strikte gedrag van jou. Dat klopt. En ook wel een beetje een koppige daardoor. Zij moeten de eerste stap zetten. Vaak is het handig om er een vreemde bij te hebben. En mensen zien mij wel als iemand die lijmt of die dingen goed kan verwoorden en analytisch goed aan mensen kan uitleggen. Ja, dat is het voordeel, denk ik, van dus ervaringsdeskundige zijn, noem ik het dan maar ook goed kunnen verwoorden en ook het beste met mensen voor hebben. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Helemaal. Super tof. Nou, het grootste probleem is, denk ik, dat mensen zich niet realiseren dat schoonouders krijg je erbij. Maar die schoonouders hebben er wel voor gezorgd dat jij je grote liefde hebt. Want zonder je grote liefde, zonder die moeder, die schoonmoeder, was die grote liefde nooit geboren. Dus dat respect heb ik wel eens gemist. Weet je, dat ik denk, ja jongens, je kan er wel over zitten zeiken, maar het is niet dat je met haar samenwoont, maar je krijgt haar er wel bij. Aan de andere kant is het ook zo dat ik heel veel van schoonmoeders heb gehoord die denken, ja, maar ja, is dit nou de keus van mijn zoon? Of mijn... Dus dat zijn wel de twee eikpunten waarvan ik denk, jeetje mina, doe allemaal een beetje water bij de wijn. En je moest eens weten wat je allemaal aan elkaar te danken hebt en hoe leuk het ook kan zijn als je je eventjes ertoe zet. Ik denk dat hij al is bedorven voordat ik zijn kop er al heb. Ik leer haar hier echt wel op een andere manier kennen, ja. Veel grapjes maken en ze heeft wel leuke humor, moet ik zeggen. Wil je nog wat zeggen? Nee. Dag. En het is vaak niet met elkaar communiceren. Dus altijd voordat de ene 3 woorden heeft gezegd, heeft de ander al antwoord gegeven of gebitst. Het is meestal... Weet je wel, dan denk ik, wacht even, ze heeft de zin nog niet af. Dus vaak is rust ook heel belangrijk. En ja, communicatie is toch wel een dingetje wat bij elke koppel naar voren kwam. Weet je wel, nou dan bel ik niet meer. Nou dan ga ik een brief schrijven. Nou, dat gaat van kwaad tot erger. En 1 ding jongens, hou op met dat WhatsApp-ruzie. Hou ermee op. Nadat ik de geboorte van Kian... heeft mij gewoon heel veel verdriet gedaan dat ik niks van jullie heb gehoord. Ja. Het is funest, want je leest het zoals... sterk nog, ik vind een brief schrijven ook niet goed. Ik vind gewoon echt, pak een telefoon op en praat met elkaar. Want je leest het zoals jij het voelt. Dus als ik boos ben en ik krijg daar kunnen we niet aan meewerken, want zo'n appje... Dan lees je, daar kunnen we niet aan meewerken. En dan, hoezo kan je daar niet aan meewerken? Weet je wel? Dan ga je vanuit jouw emotie dat lezen. En dat maakt het alleen maar erger. Dus ik zou willen adviseren, praat. Want nu is het aan jullie, hè? Jij met je zoon. Dat gaat helemaal goed komen. Ja? Ja, ik ben van overtuigd. En hoe je het ook wendt of keert. Schoonfamilie is iets wat je erbij krijgt. Ja, die heb je niet voor het uitzoeken. Die heb je niet voor het uitzoeken. Nee. Maar het is wel gewoon... degene die jou het grootste geluk in je leven heeft gegeven. Oh, ja. Vergeet dat nooit. Hou op met in herhalingen te vallen. Ook. Er zijn ook ruzies over vaatwassers die ingeruimd moeten worden... en die ze niet op het juiste moment in... Jongens, even serieus. Dus sommige mensen is het ook heel belangrijk om te zeggen... zeg het nog 1 keer en nu wil ik het woord vaatwasser nooit meer horen. Want waar gaat het over? En vaak is daar een derde voor nodig om te zeggen, lekker belangrijk.